Ik ben in Malawi voor Edukans. Daar ben ik al een paar jaar ambassadeur van. En het leek me toch wel heel goed om nou eens met eigen ogen te zien wat daar eigenlijk gebeurt op scholen. Om ervoor te zorgen dat kinderen goed onderwijs krijgen. Ik heb allerlei, vooral basisscholen bezocht. En dat is sowieso heel anders dan wat je je voorstelt bij een basisschool. Het zijn meer gewoon losse gebouwen, zoals hier ook, rondom een zandvlakte. En de kinderen die gaan daar naar school, 's morgens heel vroeg al, want dan is het nog niet zo warm. En het lijkt voor ons heel chaotisch. De klassen zijn enorm. Maar wat daar gebeurt, dat heeft dan wel degelijk toch een soort van structuur. Dus ze steken er heel veel van op. En Edukans zorgt er dus ook voor dat, dat ze goed opgeleide docenten voor de klas hebben. Zodat het eigenlijk niet gewoon in een schoolgebouw zitten is. Maar dat het ook echt goed onderwijs is. Ik heb mijn oudste zoon Magnus meegenomen. En dat was best wel heel spannend, want er is hier malaria en weet ik veel wat allemaal voor ziektes. Dus ik dacht als hij maar gezond blijft. Maar het leek mij toch wel heel goed en heel bijzonder om hem te laten zien hoe het heel anders kan zijn dan in Nederland. En Edukans staat ook heel erg voor uitwisseling. Hè? Dus er gaan ook vaak middelbare scholieren naar ontwikkelingslanden om met eigen ogen te zien waarom het zo belangrijk is. Ik denk, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Hij is misschien wel heel jong, maar het is gelukkig allemaal goed gegaan.